Go. Hallo, welkom allemaal bij deze vlog van Stappen met Stijn. En vandaag is het topic niet neuten, niet plooien of doorzetten. En van waar niet neuten, niet plooien, ik denk dat de meeste mensen de uitdrukking in het Gentse wel kennen. Gewoon doordoen, blijven doorgaan, ondanks alles wat er gebeurt. En ja, never give up, zeggen ze dat ook wel. En je ziet dat toch wel heel vaak bij leiders en bij managers of bij iedereen eigenlijk. Dat ze het soms wel moeilijk hebben om echt door te bijten en door te blijven zetten. En ik wil jullie daar graag een verhaaltje over vertellen, ter inspiratie voor jullie zelf om te blijven doorzetten waarin dat je mee bezig bent. En als je achteraf daar nog vragen over hebt, dan mag je mij altijd een persoonlijk berichtje sturen. Dan kunnen we daar eens over skypen of iets waar dat jij zelf mee zit. Dat je zegt van, ik raak er hier niet door, ik wil doorzetten, ik wil doorpakken, maar het lukt me niet. Dan mag je mij daar altijd over bellen en dan kunnen we daar eens over klappen. Maar het verhaal dat ik jullie wil vertellen, en ik heb dat ook opgemerkt in alle gesprekken die dat ik zelf al heb gevoerd met topmanagers, jullie vinden die terug op mijn YouTube-kanaal, zie ik toch wel het feit om door te blijven zetten, ook ondanks dat het moeilijk wordt. Maar het verhaal dat ik jullie wil vertellen, als ik zelf algemeen directeur was in een heel grote jeugdinstelling, 400 mensen, dat is al een aantal jaar geleden. Maar het is een verhaal dat er mij eigenlijk altijd is blijven plakken. En in die instelling werd er elk jaar een heel grote survivaltocht georganiseerd. Met de jongeren, dus jongeren die dat daar geplaatst werden omwille van een gedragsprobleem of criminele feiten hadden gepleegd. Echt wel niet van de poes. Dat was een hele, hele leuke instelling. Werd daar met 400 man, met geweldig gemotiveerde opvoeders en leerkrachten. En we gingen op survivaltocht. Zo'n tocht van 7, 8, 9 kilometer. En elke jongere kreeg dan een begeleider aan zich gekoppeld om die tocht af te leggen. En ik ben zelf ook een beetje sportief aangelegd. Dus ik stelde voor, ja, ik wil eigenlijk ook wel zo iemand begeleiden. Ik wil dat ook doen. Wat dat men natuurlijk niet verwachtte, want ik was daar nu als directeur. En zei, ja, hoe gaan we dat nu doen? Een directeur die dat hier een survival tocht gaat lopen. En ik kreeg iemand toegewezen, een Afrikaanse jongen, of een jongen met Afrikaanse roots eigenlijk, 17 jaar. Een hele leuke jongen. Ik kende hem niet, ik kende zijn achtergrond ook niet, ik moest dat ook niet weten, ook niet, maar bon. En als we gingen vertrekken, ja, je zag zo de zenuwachtigheid van die gast die dan met de directeur zo'n survival run mocht gaan doen. En ik herinner mij nog heel goed dat we in het begin, het contact verliep heel, heel stroef. Ja, ik had eigenlijk ook wel een beetje zelf een beetje schrik van, ja, wie is dat eigenlijk, die gast? Wat heeft hij uitgestoken? Wat komt hij hier doen? Wat gaan wij hier zo samen doen? Helemaal door de bossen lopen, allerlei trucjes en dingen doen. Maar goed, ja, ik voelde bij hem ook wel die spanning heel hard. En je moet weten, het was in februari, het voor min 5 graden. Het was ijs, het was pokkenkoud. En we begonnen aan die tocht, we waren met 40 groepjes. En ik noem hem nu Bram voor de gemakkelijkheid. We vertrekken en ja, we doen onze testen. En na 3 kilometer komen we aan een heel grote ijsplas, waar dat we dus door moesten. Het was een soort moeras, maar waar dat ik op een bepaald moment tot aan mijn heupen zakte in het ijskoude water. Want je voelde zo de ijspegels tegen mijn benen komen. En ik kwam uit het water, ik was eigenlijk wel helemaal opgepept, maar op een bepaald moment, 1 kilometer verder, lukte het mij niet meer om nog één stap vooruit te zetten. En ja, op dat moment besefte ik van, ik moet hier opgeven en dat gaat niet meer lukken, ik stop ermee. En ik zei toen tegen Bram, ik zei, ja, ik kan niet meer. Het lukt mij niet meer. Ik denk dat ik ga moeten stoppen. En hij zei toen, meneer, niet neuten, niet bleuen. En hij pakte mij bij mijn arm vast en ik zal het nooit niet vergeten. Kom aan, meneer, doorzetten nu. We zijn er bijna, nog eventjes volhouden. En dat was een heel, heel bijzonder moment eigenlijk. En ik voelde toen dat er iets gebroken was, zowel bij mij als bij hem, of doorbroken. En ik voelde mij niet meer de directeur en hij voelde zich ook bevrijd op een of andere manier. En we hebben toen samen nog 4 kilometer verder doorgezet. Heel hard gelopen. We zijn zevende geworden van de 40. Het was eigenlijk een machtige tocht. Ik herinner mij nog de vele omhelzingen en
en de pogingen om toch maar door te blijven zetten en ervoor te gaan. En dat was heel, heel krachtig. En bij de terugkomst waren we eigenlijk allebei heel verrukt en hadden een mooie knuffel op het einde. En het leuke aan het verhaal is dat ik, de dag daarna ging ik, of 2 dagen daarna ging ik naar de fitnessles. En ik vond daar een petje van Red Bull met niet neuten, niet bleuën op. En ik vond dat zo'n mooi signaal eigenlijk, dat ik dat mee naar de instelling nam. En ik ging naar Bram zijn kamer, wat eigenlijk absoluut niet not done was, dat een directeur naar kamers van jongeren ging. Ik weet ook niet waarom, maar dat werd blijkbaar nooit gedaan zijn met mij achteraf. En ik zei, ja Bram, je hebt mij zoveel geleerd. Je hebt mij geleerd om door te zetten, om er voor blijven te gaan. En hij zou die dag of de dag erna vertrekken. En ik zei, ik heb iets voor jou. Ik gaf hem die pet, die neuten, die pleuien. En ik zei, jij hebt mij vandaag of eergisteren een heel grote les geleerd. Om gewoon altijd te blijven doorzetten, ook al is het moeilijk. Ook al zie je het niet meer zitten. En ik denk dat jij nog voor veel hetere vuur hebt gestaan dan dat ik daar 2 dagen geleden in die survival run heb gedaan. Dus dank je wel daarvoor, Bram. En op dat moment zag ik de tranen ook in zijn ogen. En ik vind het gewoon een heel krachtig verhaal, het is iets wat mij altijd is bijgebleven, hoeveel dat je kunt leren van mensen waarvan je het eigenlijk soms niet verwacht. En dat je dan je ego ook wel op je plaats gezet voelt. Dat dat dan helemaal kan verdwijnen. En dat je gewoon kunt luisteren, ook eens toelaten om te luisteren naar iemand anders en gewoon te blijven doorzetten. En je daarin te laten helpen en je te laten bijstaan. Dus vond ik een heel mooi en heel krachtig verhaal. En heeft mij heel veel deugd gedaan. En dat is iets wat ik aan jullie ook allemaal graag zou willen meegeven. Dat op momenten als het eigenlijk echt niet goed lukt, dat je zegt van, oh, ik voel het allemaal niet, ik zie het allemaal niet meer. Vraag gewoon hulp. En dat kan van alle kanten komen. Stel jezelf open om van eendert wie een advies te vragen. Dat kan van je buurman, je buurvrouw, van eendert wie. Maar stel je gewoon open om hulp te vragen. Zodanig dat je kan doorzetten en dat je niet hoeft te plooien. En dat is wat ik jullie ook allemaal heel hartelijk toewens. Iemand, een compagnon de route, die daar jou bijstaat op momenten dat het even niet meer lukt. Voilà, dat is het verhaal dat ik wou delen. Moest je zeggen van ja, Stijn, ik zit zelf ook met een bepaalde situatie waar ik het ook eens over wil hebben. Stuur mij gerust een berichtje en dan kunnen we het daar eens over hebben. Dankjewel voor het luisteren.